Hoe zorg je ervoor dat je op een speelse manier communiceert dat je graag met een man wil bellen in plaats van de hele tijd appen? En is het überhaupt slim om met een man te bellen? En hoe zorg je er nou voor dat jij creativiteit ontwikkelt tijdens het uitwisselen van berichten met een man? Dat is de vraag die ik deze keer bij Vraag het Matthijs ga beantwoorden. En dat doe ik niet alleen. Deze prachtige verschijning, Laurens, coach bij Mannenbrein, die is erbij. Laurens, wat gaat er nou door je heen op zo'n moment? Hè? Je bent bij zo'n video, hoe is dat nou? Ik vind het geweldig om hierbij te zijn. Echt, een hele eer. Je hoort het. Maar je bent niet de enige die erbij is, want we hebben natuurlijk een kijkersvraag. En mocht je zelf vragen hebben, laat het me dan weten hieronder in de reacties. En wellicht zie je jouw vraag terug in zo'n reactie. En de vraag, die gaat als volgt. Ik wil even iets grappigs delen. Mijn date en ik appen veel en wisselen ook voice messages uit. Dat zijn van die spraakberichten die je via WhatsApp, tegenwoordig ook andere media, kunt versturen. Maar ik vind bellen nog leuker. Dus ik gebruikte een script uit de cursus en zei, hoe is het met mijn penvriendje, knipoog? Hij begreep dat het een hint was, maar wel de verkeerde, want hij zei, haha, ik stuur je wel heel veel, hè? Dat vind ik juist leuk, schrijft ze dan. Heeft iemand een tip over hoe ik hier speels op kan reageren, zodat hij me alsnog belt? En dan tekst ze mij en jou in. En ze is benieuwd naar onze ideeën. Dit is namelijk een vraag die ik niet uit de YouTube-reacties heb, maar uit de besloten Mannenbrein Facebook-groep, waar je alleen in kan als je deelneemt aan een van de cursussen. En deze dame die doet mee aan Chat naar zijn hart. Een cursus over hoe je met mannen WhatsAppt, online dating en noem allemaal op. Laurens, wat zou jij haar aanraden om met deze situatie om te gaan? Dus ze is met een man aan het appen, het is leuk. Ze sturen ook voice messages naar elkaar, maar ze heeft zoiets van, ja, ik denk dat we elkaar nog beter kunnen leren kennen als we bellen met elkaar. Hoe doe je dat nou? Kun je dat gewoon vragen? Of hoe zou je dat doen? Ja, ze zou natuurlijk gewoon kunnen vragen in een soort van, ja, standaard berichtje. Van, hey, het lijkt me leuk om een keer te bellen. Het lijkt dat je ook wat. Maar het is altijd leuk om, ook tijdens dit soort gesprekken, die, ja, speelse, flirterige vibe vast te houden. Dus wat ik haar hier in dit geval heb aangeraden was, ja, stuur een voice memo waarin jij voorstelt om een keer samen te bellen met hem. Maar niet zomaar een voice memo. Dus niet van, oh, kom lekker bellen. Nee. In sommige gevallen kan het wel, maar in dit geval, In dit geval wil je daar een wat meer speelse draai aan geven. Wat ik haar had voorgesteld om te sturen was dit. Zij spreekt die voice memo in en zij zegt, pst, dit is het moment waarop jij zegt, ja, we appen inderdaad best wel veel. Bellen is veel leuker. Laten we dat binnenkort een keer doen. En je kan er nog een extra speels effect aan toevoegen door bijvoorbeeld te zeggen van, hey, dit is het moment waarop jij zegt, ja, we appen inderdaad best wel veel. Bellen is inderdaad veel leuker. Laten we dat binnenkort eens een keer doen. En zo heb je dus, ja, voorgesteld om een keer te bellen via een heel speels en flirterig spraakbericht. Dus je zet er nog een extra mannelijke stem op. Precies, dat kan je doen. Ja, je kan ook een Mickey Mouse stem daar aan toevoegen, wat je zelf wil. Nice, yes. I like it. Ja. Supermooi wat je hier ziet is dat je het speels houdt in de energie waarmee je communiceert. En denk dan niet gelijk dat het direct fout is als je naar een man zou sturen van, laten we een keer bellen. Daar is niks mis mee of wat dan ook. Nee. Maar waar het om gaat is dat je in een mindset terechtkomt van, hoe kan ik dit contact zo leuk mogelijk maken? En niet omdat je per se wil dat deze man jou leuk vindt. Leg de focus niet op het resultaat. Leg de focus niet op hem. Dat maakt je namelijk heel erg resultaatgericht. En daardoor klamp je je vast aan het resultaat, waardoor je helemaal een overanalyseren schiet. Houd bij jezelf. Denk bij jezelf, hoe kan ik dit leuker maken voor mijzelf? Wat is een manier dat ik mijn speelse kant naar voren kan laten komen? Want dit is natuurlijk maar een voorbeeld hoe Laurens het hier nu geeft. Een heel leuk voorbeeld. En hoe hij dat waarschijnlijk zou aanpakken. Als hij Laurien heette, dat zou waarschijnlijk jouw vrouwelijke naam zijn. Ah, Laura. Vind ik ook. Laura ook, hoe mooi naam. One eternity later. Lauren. We kunnen nog even doorgaan. Mocht je nog extra Laurens achter een naam hebben, laat me zeker weten in de comments. Dan kunnen we nog verder op gaan. Maar waar het inderdaad om gaat, is dat je jouw eigen draai eraan geeft. Jouw eigen twist. En op die manier maak je het speels. Want dat is wat die man ook wil zien. Hij wil jou leren kennen. En natuurlijk niet het speelse berichtje van wat Laurens stuurt.
Tenzij ik misschien dan jou alsnog op date gaat vragen of zo. Dat ik denk van, oh, wat een leuk berichtje. Je kan, ja, wie weet. Mijn profielfoto erbij gebruiken. zien wat er gebeurt. Interessant. Als je dat als experiment doet, laat het dan zeker weten ook in de reacties wat daarmee gaat gebeuren. Maar dat is de mindset die je daar wil hebben. Zodat je jouw eigen authentieke zelf op een hele aantrekkelijke manier door laat schijnen in jullie WhatsApp contact. Dit is natuurlijk maar een klein stukje van een WhatsApp-gesprek en een probleempje waar je wellicht mee zit. Wat ik mij kan voorstellen, is dat jij ontzettend veel vragen hebt over WhatsAppen, over online dating, over wellicht wat een goed Tinder-profiel is, of hoe je mannen een beetje kunt filteren met online dating, of wellicht wel hoe je een WhatsApp-gesprek leuk houdt. Wellicht kunnen jullie elkaar een periode niet zien, normaal in tijden van een lockdown, zoals waar we nu in zitten, is dat soms ontzettend lastig. Lockdown is ook te zien aan ons haar. Het is aardig lang gegroeid inmiddels. Precies. Maar ik snap dat dat moeilijkheden met zich meebrengt. En dat je wellicht zoiets hebt van, ja, hoe hou ik dat contact nou leuk als je elkaar niet kunt zien? Dus mocht jij tegen specifieke situaties aanlopen, of wellicht graag een voorbeeld zou willen hebben over hoe je iets aantrekkelijk kunt aanpakken, hoe je standaard duidelijk kunt maken, hoe je het contact speels houdt, laat het me weten hieronder in de reacties. En wellicht zie je jouw vraag de volgende keer terug bij Vraag het Matthijs. En heel misschien, kan het niet beloven, maar kan het altijd aan hem vragen. Is Laurens of Laurien daar ook bij? Hartstikke tof. Hartstikke tof. Ja. Gelukkig. Het is me echt een eer. We hebben zijn woord, we hebben zijn woord. Zeker. Dus hij zal erbij zijn. Tot de volgende video. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en deze video een like te geven. Dat het adviesje helpt, maar ook om deze video populairder te maken, zodat meer mensen dit zien. En stuur hem ook door naar mensen waar je van zegt van, die vriendin van mij, of die vriend, die zou ook wel van dit soort adviezen kunnen gebruiken, want ze loopt regelmatig tegen problemen aan in haar liefdesleven. Daar maak je haar ontzettend gelukkig mee. Tot in de volgende video. Bye bye. Bye bye.